De situatie in aanloop naar de Olympische Spelen is op zijn minst onrustig te noemen. Je kunt ziek worden van het Zika-virus, het water schijnt heel vies te zijn. Het verkeer is een chaos. Er worden mensen beroofd, er spoelt wel eens een lijk aan. Maar is de situatie echt zo erg als dat het geschetst wordt? Este homem encosta na vítima e parte para cima dela. Não há tempo para reagir e ele foge com o cordão. Menos de dois minutos depois, outra vítima. Mas eu nem... Vem cá! Ik moet er wel bij zeggen dat ik wel met mijn iPhone aan het rennen was. Dat was niet zo heel slim. Het was ook al in augustus, dus dan waar, is het waar liep je dan precies? Nou, ik liep vanaf Urca eigenlijk richting de Olympische haven. Dus dan kan je constant langs de baai lopen. En ja, het is gewoon langs eigenlijk een weg, een snelweg. En langs het water en het is gewoon een pad. En er waren wel meer mensen. Hè. Totdat ik in één keer op de terugweg springen er gewoon drie jongetjes eigenlijk met messen op me af. Dus ik denk, messen? Ja, dat was wel scary. Ik zal filmen mee aan, normaal, maar je televisie steeds dat komen. Dat u zo allemaal wapens zo bij u heeft, hè? Is dat echt noodzakelijk? Ja, sempre é necessário. A gente está sempre pronto para combater o mal aí e dar segurança para vocês e também para a gente. Zeker weten dat todos os brasileiros e pro pessoal que está vindo aí para as Olimpíadas. Maar als ik dat... Vou seguir em patrulhamento aqui. Obrigado. Okay, obrigado. Muito obrigado. Golfer Rory McIlroy adding his name to a growing number of athletes opting out of the Rio Olympics over Zika concerns. Is dat terecht? Nee, dat is niet terecht. Maar is het Zika-virus een probleem in Rio? Het probleem is een relatief concept. De Zika heeft in Noordoost-Brazilië, waar haast 90% van de gevallen zijn in Noordoost-Brazilië, zo'n 1600 gevallen, microcefali gevallen. Geweest. Ja. In Rio zijn dat er 75 gevallen. Op een totale bevolking van 10 miljoen. Precies. Dus wij kunnen Rory McIlroy zeggen, een probleem. Ja, oké. Okay. Je kan met mijn telefoon geven en bel ik ze spreken met ze direct. Hij zegt dat ze moet sowieso opletten wat hij zegt. Ja. Omdat hij kan niet veel zeggen, omdat dat kan die image... Gevoelig liggen. Ja, oké. Maar wij... Wat zijn die boekaden nou lang, hè? Waar komt straks nog? Ja. Nou, ik weet, maar zo na Holanda hij repercute in todo o país, entendeu? Aí, tipo assim. Het wekt wel de illusie dat het veilig is, omdat ze op die stranden heb je dan constant politiemensen die heen en weer lopen. Maar daartussen, nou, dat is een afstand van hoeveel zou het zijn? 50 meter, 100 meter. 300 meter en daartussen word je gewoon... beroofd. Ja, dus ik dacht, ja, echt bizar. Uiteindelijk hebben ze niks van jou gestolen, hè? Want jij bent weggerend. Ja, ik voelde me echt op dat moment wel dacht een schippers, ja. Wij schokken eerlijk gezegd een beetje dat wij zagen dat er een aantal mensen van de politie op het vliegveld van Rio met een spandoek klaar stonden waarop stond welkom in de hel. Rio's police are marching straight to the international terminal to give not an Olympic welcome, but a warning. We won't be able to protect you. Várias outras coisas por trás daí. E é um sistema que a gente tem que resolver entre a gente aqui. Não pode ser passado para lá. Maar heeft het jou eigenlijk veranderd? Nee, aan de ene kant, ja, het klinkt een beetje raar, maar je snapt het eigenlijk ook wel, zeg maar. Het verschil tussen arm en rijk is hier heel groot en ja, het is jammer dat het er is. Maar ja, ze zijn wel echt op je spullen uit en als je dat weet is het wel anders. Maar ik moet zeggen, die keer heeft wel impact gehad. Ik vind het nu wel iets minder fijn om over in mijn eentje in de donkere straat te lopen of zo. Ik had zoiets van, ja, ik ga wel met een maatje of anders blijf ik er lekker binnen. Não é de agora que muitas capitais buscam soluções para a mobilidade urbana. Por isso, evento quer encontrar uma via para a capital fluminense, onde o trânsito é considerado mais congestionado do mundo. It's like NASA right now. Yeah. NASA control. People compare. For us, very important, Daphne Schippers.
Daphne Schippers is going for a gold medal in the 100 meters. Hè? Toch? De grootste Nederlandse prestatie ever. She must be in time. She must be in time. And she's traveling from the Olympic Village to the track course. This is why we have the Olympic lanes. We have a huge effort to explain this to the city. This is not like a gift to our athletes. This is a need that they have. And Olympic lanes can only be used by athletes, trainers, people who have to be there. As we call it, the Olympic family. But for instance, the race of Daphne Schippers will start, let's say... 2 o'clock. 2 o'clock. At what time should she leave? Just to be sure that it depends on where she is, but I think it's a suggestion that they leave sometime before. Yeah, so take half an hour. We can have a truck can be there with a problem, can collapse, can have its load. Yeah. So the advice is leave on time. Yeah, maybe 2 hours. This will be a suggestion. As Johan Cruyff always said, if you leave in time, you are never late. Yeah. Nou, ik heb er toch wel iets meer vertrouwen in, hè? Maar die uitspraak hè, van jou, van als je op tijd vertrekt, dan ben je nooit te laat, die is volgens mij van Aanigen. Van Cruijff toch?